What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalvijn. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekkenwerk. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekkenwerk. What's good, yo fam? Goedemorgen. Wat is het weer een feest om vandaag hier voor jullie te zitten. Namelijk, we gaan een nieuwe aflevering van Gekkenwerk droppen. We zijn nog steeds in de race. Oké, de race voor de meest gekke idiote opdrachten van het universum wordt nog steeds gemaakt, of gedaan, of gestreden, of genederlands praten. Mocht je niet bekend zijn met het concept Gekkenwerk, jullie sturen de meest idiote opdrachten ooit in. Daar wordt een lijst van 100 meest idiote opdrachten ever van gemaakt. Ik vraag een fanaccount om een getal op te noemen tussen de 1 en de 100. Die opdracht moet ik binnen 24 uur uitvoeren. Mocht het niet lukken, dan is het voorbij. Ik ga even een fanaccountje en DM sturen. Mocht je nou nog geen onderdeel zijn van de GFM, doe dat dan sowieso even door je te abonneren. Ik vraag, what's good Kalvijn? Noem eens een getal... tussen de 1 en de 100. Oh nee, kut. Ik heb oh nee. Het is al aan het type. Wacht. Ik bedoel... Oeps, ik bedoel 100. Wat zegt ze? Oh my god. Hartje. I love you too. 99. 99, dames en heren. We gaan kijken. Dit is altijd een mooi moment. Ik weet nooit hoe mijn leven eruit gaat zien binnen nu en 24 uur. Ooit weet sta ik in de woestijn een poolparty te geven met allemaal Marokkanen. Ja, zo gek kan het zijn. Even scrollen helemaal naar beneden. 99. Word miljonair binnen 24 uur. Nou... en dat is al gelukt. Dus bedankt voor het kijken. Nee. Was het maar zo'n feest. Hoe word je miljonair binnen 24 uur? Ik zie nog niet precies hoe dit gaat gebeuren, maar we gaan ons best doen. Goed, dit is het plan. Stel je voor je hebt 10 miljoen tennisballen. Dan kun je vast wel even een dagje overleven met 9 miljoen tennisballen, toch? Met andere woorden, ik bel gewoon een paar rijke papies waarvan ik weet dat ze multimiljonair zijn en vraag... Yo, mag ik zeg maar even 1 miljoen euro van je hebben en dat je dan later weer teruggeeft? Rijke papi zegt dan waarschijnlijk, nou ja, is wel een beetje vreemd Kalvijn, maar moet wel even zwart op wit staan dat ik het terugkrijg. Dus ik bouw een contract, hup, handtekening eronder, geld overmaken, opdracht voltooid, niet zeiken en dan daarna geef ik het gewoon weer terug. Of misschien niet, moet nog even over nadenken. Goed, klinkt als het beste plan ooit. I got this. Michael, ja. Je bent er weer. Ja, wat een feest. Daar gaan we wat moois van maken. Ik denk dat ik ga proberen om via iemand die een miljoen heeft, het even op mijn bank te krijgen. Dan kan ik zeggen, hey, ik ben een miljonair. En dan daarna stort ik het weer terug. Zelfs dat plan klinkt nog redelijk onmogelijk. Maar we gaan het proberen. Daarvoor hebben we rijke stinkers nodig. En die vind je in een bepaald blaadje genaamd de Quote 500. Mocht je niet weten wat dit is het blad waar de rijkste mensen van Nederland in staan. Mijn eerste slachtoffer is de enige echte Frits Goldschmeding. Die heeft schijnbaar 4,8 miljard. Ik ga hem gewoon bellen. Momenteel is dit nummer... Oké. En door. De volgende persoon die ik ga bellen staat op nummer 4 van rijkste mensen van Nederland. Namelijk, we zullen hem allemaal wel kennen. John de Mol. Ik heb zijn nummer niet, maar wel gewoon van een kantoor. Morgen, receptie Talpa. Ik zou graag John even willen spreken. Ik moet binnen 24 uur €1 miljoen op mijn rekening hebben. Ik moet kijken naar wie ik u kan doorverbinden. Moment alsjeblieft. Oké, bedankt. Dan wacht ik het even voor uw navraag. Maar u mag mailen naar info@talpa.tv. Ik had nog zo'n hoop. Ik dacht, nou, dit wordt echt opgepakt. Ze willen hier echt iets mee doen. We gaan gewoon door naar de volgende. Hans Melchers heeft een museum of zo. En hij heeft ook 2,3 miljard. Dag, ik spreek met Kelvin Boerma. Ik vraag me af of ik Hans kan spreken. Nee, dat kan helaas niet. Oh. Waarmee kan ik helpen? Ik heb €1 miljoen nodig. Oké. Ik vroeg me af of je me misschien kan doorverbinden met Els. Ja. Els wie? Els Blokker. Sorry hoor, die ken ik niet. Waar werkt ze? Ja, het is uw bazin. Ik ben net teruggebeld door Talpa. Nee, dit was niet Talpa. Dit was Frits Goldschmeding. Hoi. Hi, ik... Heb jij gebeld? Ja, ik heb een verzoek. Nee, absoluut niet. En ik verbaas me een beetje dat je ons belt. We zijn een filantropisch fonds met een ideële doelstelling. En dan ga je mij bellen met een vraag of er €1 miljoen kan worden overgemaakt. Dit was... Ik heb letterlijk deze man gesproken. Hoe dan? Het gelukt nooit. What's Good pappies, we zijn inmiddels, nou wat is het, anderhalf uur bezig of zo. Nog niet heel veel resultaat. Ik heb bepaald om even over te gaan op wat persoonlijkere relaties die ik heb met rijke tata's. Ik ga iemand bellen die ik niet bij naam ga noemen. Ja, er zal wel de naam wel vallen, maar dan ga ik het typen. Want ik denk dat die personen het niet zo top vinden als ik op mijn YouTube kanaal ga rondschreeuwen dat ze veel geld hebben. Ik moet af of even beschikbaar is. Ja, ik moet even iets van hem, lenen. Ik zorg zo vanuit ik thuis dat hij jou meteen belt, goed? Oké, dat is fantastisch, dankjewel. Top, dat is nummer 1. Ik ken er nog eentje. Hij is over een uurtje ongeveer klaar met deze bespreking, dus dan kan hij je eventueel terugbellen. We moeten een beetje op de tijd letten, dames en heren. We hebben heel veel mensen gesproken, die deur is al 80 keer in mijn gezicht geslagen. Er zijn 2 die eventueel opties zijn, dus daar ga ik gewoon even op wachten. En in de tussentijd wil ik gewoon checken of het überhaupt kan om €1 miljoen van bankrekening A naar bankrekening B te schuiven. Dus ik ga even gewoon mijn boekhouder bellen. Op Sky Finance, goedemiddag met John Vos. Ik vroeg me af of dat mag en of dat kan. Nou, het is natuurlijk wel een serieus bedrag. Ja. Dat zal wel moeten kunnen, alleen daar moeten wel wat acties voor gericht worden voordat dat zomaar gebeuren kan. Oké. Waarom kan het niet gewoon een keer makkelijk? Maar het kan wel. Dat zegt hij wel. Het kan, alleen je moet wel met allemaal dingen rekening houden. Dat gaat hij even toesturen. Ik vind dit niet de allerleukste opdracht die ik tot nu toe heb gedaan voor Gekkenwerk. Om eerlijk te zijn. En dat is voornamelijk omdat ik thuis zit en mensen aan het bellen ben. En ook omdat ik het idee heb dat het fucking moeilijk gaat worden. Maar... we geven niet op. Ik heb wat documenten gekregen van mijn boekhouder, voornamelijk van de Belastingdienst, hoe dit allemaal een beetje werkt. Elke contante betaling vanaf €10.000 is volgens de wet dan €10.000. Hoe ik het lees, want het is echt abracadabra voor mij, dat eigenlijk alles wat je vanaf €10.000 doet, dat er al ergens een soort van alarmbelletje gaat rinkelen. Dat is op zich niet heel hoopvol. Want wij moeten zeg maar, wat is dat? 100 keer zoveel of zo overmaken. En dan gaan we gewoon door. Ik moet me een klein beetje voorbereiden op het zijn van die rijke papie. Hallo, ik wil graag wat lekker eten bestellen. Ik vroeg me af of jullie misschien het allerduurste aan mij kunnen serveren. Patatje pulled pork, hoor ik al. Lekker man. Ja toch? Michael mag ook een patatje. Een goedkoopste patatje die je hebt. Hé, laat me zitten. Hier. Yo, met Kelvin. Hi. Ja, dat klopt. Ik moet €1 miljoen van je lenen. Het moet vandaag eigenlijk. Ja, het moet binnen 24 uur. Ja, ik stort het gewoon meteen weer terug, maar dan ben ik gewoon even miljonair geweest. Ja? Ja, dat wil ik wel doen. Ik vind het grappig. Dus ik ga kijken wat ik probeer. Super, dankjewel. We spreken elkaar. Yo. Yo, later. Dit is niet normaal. Oké, dus heel even voor de duidelijkheid. Ik vind het op zich een goed idee. Ik vind het een leuk idee. Het moet alleen wel op papier komen te staan dat het ook echt gebeurt op deze manier. Dat is nog wel even een dingetje, denk ik. Maar het is sowieso lekker dat we iemand hebben. Eet nog een partijtje, vriend. Ik moet wachten totdat de jurist van de miljonair mij gaat bellen. Dus ik ga mijn lifestyle als zijnde rijke tata maar even doorzetten door een sigaartje te halen. Ik zou graag tegen jullie willen zeggen, rook geen sigaretten, rook ook geen sigaren, tenzij je miljonair bent. Gaan we hiervan genieten. Ik word gebeld. Hallo? Hoi, goedendag. Je spreekt met... Die had mij gevraagd jou even te bellen. Ja, ik moet binnen nu en 24 uur 1 miljoen op mijn rekening hebben. Nou ja, stond daar op zich wel voor open. En toen zei hij, mijn jurist gaat je bellen. En zo zijn we hier beland, denk ik. Ik ken dit soort grapjes van die vindt dit soort dingen inderdaad wel leuk. Maar ja, uiteindelijk is het wel mijn taak om dat even goed te regelen. Wat kan je er tegenover stellen, even in termen van zekerheden? Bijvoorbeeld heb je een huis of een boot? Ja, nou dat heb ik, wat u noemt, dat heb ik niet echt. Ik heb wel een YouTube kanaal met 1 miljoen abonnees. Ja, nou ja, dat is op zich best wel wat waard tegenwoordig. Ik wil het volgende voorstellen, als jij een notaris kan aanwijzen in Amsterdam, dan zorg ik dat daar vanmiddag nog de stukken liggen. Als dat allemaal in orde is en getekend is, dan zorgt de notaris via hun tussenrekening dat het op jouw rekening wordt gestort. Kelvin, succes met je uitdaging. Ja, okay. Dank u wel meneer. Dag. Oké. Holy shit. Heel veel nadenken. Deze jurist zegt dat het kan, maar dat ik een notaris moet hebben. Oké, het plan. De avond valt, dus ik moet een beetje opschieten. Notarissen bellen als een motherfucker. En hopen dat er een opneemt en nog tijd voor me heeft. Let's go, motherfucker. Welkom bij de goedkoopste notaris.nl. Dag, ik spreek met Kelvin Boerma. Maar ik zoek een notaris die dat op korte termijn nog kan regelen. Ja, je spreekt momenteel met een vergelijkingswebsite. Ik heb echt een notaris vergelijkingswebsite gebeld. Oké. Dag, ik spreek met Kelvin Boerma. Ja. Ik denk niet dat u daarvoor bij ons aan het goede adres bent. Degene die u probeert te bereiken. Helaas heb ik die mogelijkheden niet. Je bent verbonden met het antwoordapparaat. Ik wil gewoon nu iemand spreken. Nu een notaris die zegt, yo, oké, is goed. Kom langs. Je brouwt het eigenlijk in principe wel alleen maar bedrijven. Ja, ik ben in ieder geval niet meer bekend dat wij dit soort actes opstellen. Die van Vink & Partners is momenteel telefonisch niet bereikbaar. Ja, ik ben fucking wanhopig. Notarissen zijn dicht. Ze hebben er geen zin in. Of ik moet een mail sturen. Maar ja, daar komt natuurlijk niks terecht. Kaak. Dag, ik spreek met Kelvin Boerma. Ik heb nogal een uitzonderlijk verzoek. Ja, dat is een mooie opdracht. Ja, het enige puzzelstukje wat nog ontbreekt is een notaris die me wil helpen. Ja. En dat moet dus ergens een soort van op papier komen te staan. Nou, dan gaan we dat op papier zetten. Wanneer heb je tijd om langs te komen? Ja! Dankjewel! Hoe relaxed was deze notaris? Echt op het laatste moment. Dit geloof ik toch niet, Mike? Het is wel heel hard gelopen, maar het is wel te doen. Dag, ik ben Kelvin. Kom verder. Meneer Boerma, ja. 1 miljoen euro. Ja. Voor mij is het van belang de contracten gaan zien, afspraken gaan zien. Ik wil de herkomst weten van het geld. Waar komt het geld vandaan wat u gaat lenen? Hoe lang staat het op uw rekening? Ja. Oké, dit moet voor morgenochtend 12 uur geregeld zijn. En dan moet je zorgen dat we die documenten snel ontvangen. Dan zou ik als vertrekpunt nemen de bank om te kijken of het überhaupt mogelijk is. Dat ga ik sowieso eerst doen. Ik ben kapot, maar we zitten in de Uber onderweg naar huis. Het is donker inmiddels. De notaris heeft dus net gezegd dat ik even bij de bank moet checken of het überhaupt kan. Het geld overmaken. Dat vond ik op zich een wijze opmerking, want dat heb ik nog niet gedaan. Ja. Hi, ik heb een vraagje uit nieuwsgierigheid. Als je 1 miljoen euro zou overmaken van één rekening naar de ander. Hoe snel kan dat? Dat klinkt voor mij al gelijk van, hé, wacht even, dat gaat iets niet goed. Wat is er precies aan de hand? Ik vroeg me alleen af of het mogelijk is. Vaak gaat het om oplichtingen, dus heb ik wel nog meer vragen. Van alles is er mogelijk. Niemand gaat voor u 1 miljoen euro zomaar overmaken, denk ik, toch? Ja, dat is wel een beetje de situatie. Ja, u kunt gewoon 1 miljoen euro op uw rekening ontvangen, maar er zitten allemaal limieten aan verbonden aan per overboeking. En ik denk niet dat iemand 1 miljoen euro in delen van 50.000 euro per keer wil overmaken. Ja, dat zou, als dat de beste optie is, dan kan ik dat wel voorstellen. Oké, want ik zou wel dit gesprek graag willen vastleggen. Oké, ja dat kan. Mag ik dan uw postcode en huisnummer weten? Nou, maar u vraagt, u belt de Rabobank, u heeft gegevens nodig, even rekening bij ons. U vraagt iets over 1 miljoen euro. Ja, dat zou... Sorry, ik heb opgehangen. Ik heb ook onbekend gebeld, sfeertje. Ik dacht, voor de zekerheid me even onbekend bellen. Oh, dit is, wat doe ik? Nou, het kan. Laten we heel even terug ter zake. Het kan, het is mogelijk, dat is fijn. Als het goed is, heb ik trouwens ook, dat zag ik voorbij komen. Ik heb een berichtje gekregen van de jurist. Ik ben op het moment bezig met die stukken. Ik zorg dat ze binnen 1,5 uur bij jouw notaris liggen. En dan kan het alsnog heel snel rondgemaakt worden. Hey, succes nog. Heb je nog vragen, dan hoor ik je wel. Groeten. Nou, dat is ideaal. Dat is top. Mijn hoofd zit helemaal vol met allemaal shit. Ik denk dat ik jullie gewoon morgenochtend zie. En dan update ik jullie even hoe het gaat. Slaap lekker allemaal. Oké, is goed. Ik ben nu ook miljonair. Daar is het ook nog populair. 3 of 4 of 5 creditcards. Welkom to the Millionaires, mensen, papies. Als het goed is ben ik over 3 uurtjes miljonair. Ik ben me alvast aan het voorbereiden. Ja hoor. Dat is ook nog populair. 3 of 4 of 5 creditcards. Dragen al die geen cars. Kijk, weet je of het nou lukt of niet? Ik vind dat je dat toch al moet vieren, want we zijn een ver end gekomen. We zijn er bijna. Michael, op de 2 miljoen. Leek me leuk dat... Nou ja, dat ik caviar had als je er binnenkwam. Maar ik wist niet dat, dat dit letterlijk caviar is. Mmm, lekker. Goed, tot zover het champagne ontbijt. Let's go, motherfucker. Champagne is mee en het is zover. Ik ben er klaar voor. Als het goed is, zit notaris Westie op me te wachten. Komt straks ook hier naartoe en gaan we het gewoon fixen. Vandaag is de dag. Vandaag word ik gewoon miljonair. Hey, wat een stille deur heb je. Neem plaats, ga zitten. We wachten nog even tot de wegenpartij aanwezig is. Ik heb dit trouwens meegenomen om te vieren. Ja, dat kan nadat we getekend hebben. Ja. Maar ik moet wel zeggen, je gaat wel je handtekening, laten we dat even beseffen. Je gaat je handtekening onder een stuk papier zetten. Waarmee is het van je kanaal. Toch? Dat is dan misschien wel, dat gaat dan verkeerd. Dus het is niet niks. Ik ga wel mijn handtekening eronder zetten. Ja, dat kan ik zitten. Ik wil niet in beeld, hè? Ja, het is allemaal gelukt. We begrepen wel, dus... Er is uitvoerig contact. Het is een wat vreemd verzoek. Er is met de bank, er is contact geweest met de adviseur van meneer. Ja. Meneer zijn adviseur heeft allerlei documenten overlegd. Daarnaast van groot belang dat dit enorme bedrag goed wordt vastgelegd in een akte bij de notaris. Ja. Je tekent vandaag een schuldbekentenis van 1 miljoen euro. Wat zijn we aan het doen? Wanneer jij de som van 1 miljoen euro niet terugbetaalt voor morgen 12 uur, daar een rente gaat lopen. Oh nee. Die rente is 6%. Punten zijn nu duidelijk op de akte uw handtekening te plaatsen. Ja. Nou, there goes nothing, hè? Ja. Dankjewel. Wel binnen nu, hoe laat is het? Binnen nu een 1,5 uur of zo? Nee, ja, komt eraan. Oké. Nee, wat heb ik gedaan, joh. Ik zit een tijdje te wachten. Ik heb op dit moment op een lopende rekening, schrik niet, 7000 euro staan. Ja! Serieus, kom kijken. Hou je bek. Fucking hell! Dit komt goed. Dit gaat lekker. Dit is goed. Dit is toch gewoon het begin? Het zou nu toch vrij rap moeten gaan, denk ik dan. Ik heb het idee dat hij niet heel veel haast maakt, maar het is wel, hij is wel bezig. Hop, nee! Mensen gaan waarschijnlijk zeggen, oh, dat is een soort Photoshop of iets. Maar dit is gewoon de Rabo-website. Ik kan er overheen gaan met mijn muis. Ja, precies. Dat is misschien ook goed. Probeer dit te faken. Oh, we gaan nu naar buiten dan. 150. Dit is toch niet normaal? Pak de champagne vast. Oh, mijn kop. That's how we do it. Ja. Biem. Klein beetje. Ja hoor! Hey Michael, drugsventer. Hoe voelt het? Ja. Om naar de miljoenen daar voorbij! Hey! 800.000 bitches. Drugsventer, bitch. De 150.000. Hey! Oké, er staat 957.000 op. Nog 2 minuten. Nog fucking... Ben je nou blij of ben je nou bang? Ik ben nu bang. Jij moet zeggen als iets gebeurt. Ja, er gebeurt niks. Druk even goed. Ja, ik druk sowieso goed. Ja, dat is ook. Ja, of hij is gewoon aan het fucken. Dat zou echt een nice trick zijn dat hij dat... Wacht het toch, ik refresh nog steeds. Maar meer kan ik ook niet doen. Ik weet niet of jij een ander idee hebt. Ja, we hebben wel iets ondertekend dat hij het doet. Ja! Ja! Bitch! Dit even! 1 miljoen, bitch! Het is gelukt!